Dit is de 21ste aflevering van de Heel Holland Fotografeert Fotografie Podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. Heb je een vraag aan me? Stuur dan een WhatsAppje naar 06-5130-5374. Spreek je bericht in en dan hoor je je vraag en het antwoord misschien wel terug in deze podcast. Je kan je abonneren op deze podcast in je favoriete app. Deel deze aflevering of andere afleveringen met je fotovrienden en gebruik je Apple Podcasts als speler. Laat dan even een review achter. Dat vind ik leuk en het helpt om deze podcast nog beter te vinden. Over vinden gesproken, Heel Holland Fotografeert is te vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk de website www.heelhollandfotografeert.nl. Nou, ik ga deze podcast weer opstarten. Streef is om 1 keer per 2 à 3 weken een aflevering op te nemen. De ene keer met een gast, de andere keer alleen. En deze keer eventjes alleen, want ik ga het hebben over samen fotograferen. Maar we starten met een vraag van een luisteraar. Ik pak hem er even bij. Hey Misha, dit is Alex de Boer uit Sneek. In eerste instantie complimenten voor je mooie podcast. Ik heb al verschillende beluisterd. En ik vind ze heel leerzaam. Een vraagje van mijn kant. Ik heb de Sony A6000 systeemcamera. En ik ben eigenlijk altijd wel bezig om zonsondergangen proberen foto's van te maken. Maar rijst elke keer de vraag bij mij van, is dat ook schadelijk voor de sensor? Dat je met je camera dus gericht op de zon je toestel staat in te stellen. Ik hoor graag van je. Alvast bedankt. Hoi. Nou, bedankt Alex uit Sneek. Ja, daar kan ik wel het een en ander over vertellen. Want de vraag is eigenlijk, kan intens licht je sensor verprutsen? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat alles kapot gaan kan. Hè? Dat is gewoon een feit. Maar je camera is natuurlijk wel gemaakt om licht binnen te laten. En nu is het zo dat hij iedere keer bij het maken van een foto ongeveer dezelfde hoeveelheid licht toelaat. Dus als je fotografeert in het donker, dan duurt je sluitertijd meestal wat langer. En als je fotografeert bij veel licht, dan duurt het korter. Maar in al die gevallen haalt hij ongeveer dezelfde hoeveelheid licht binnen. Dus een foto van een zonsondergang met de zon vol in beeld, ja, dat zal over het algemeen een hele kleine, korte sluitertijd opleveren en ook nog eens vaak met een klein diafragma. Dus het kan geen kwaad, daar is de camera nu eenmaal voor gemaakt. Maar stel nu voor dat je de camera met een groot diafragma instelt en lang, nou, zeg minutenlang, richting de zon zou fotograferen, dan krijg je, dan is er de kans dat je een zwaar overbelichte foto krijgt. Tenzij je filters gebruikt, gaan we even niet vanuit. Dus je krijgt een zwaar overbelichte foto. Nou, dan is er de kans dat je een soort van oververhitting van je sensor krijgt, met schade uiteindelijk als gevolg. Maar goed, dan ben je eigenlijk wel bewust iets al kapot aan het maken. Alex, ik hoop dat je vraag hiermee voldoende beantwoord is en dat ik je een beetje gerust heb kunnen stellen. Heb jij nu ook een vraag? Spreek je vraag dan in op 06-5130-5374 en misschien hoor jij je vraag wel terug in de podcast. Goed, we gaan naar het hoofdonderwerp van deze podcast van vandaag en dat is samen fotograferen. Nou, ik zie natuurlijk als docent fotografie heel veel fotografen en ik ga ook vaak met een groepje van die fotografen op stap, door een stad, in een dierentuin aan de kust. En dan zijn we op weg met mensen die allemaal fotografie heel erg leuk vinden. En dan vindt bijna niemand het erg als we ergens even stilstaan voor een plaatje. Maar wellicht ken je het gevoel wel dat als je op stap gaat met een niet-fotograaf of niet-fotografen. Mensen die niet fotograferen hebben namelijk niet altijd het geduld om te wachten en te wachten en nog een keer te kijken. En te wachten tot jij je compositie goed hebt of je instellingen goed hebt gezet. Ja, dat zijn, ja, zeker als je niet fotografeert, kan dat allemaal best wel eens even lang duren. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op, hè.
Ik ben ooit een keer met mijn vader naar New York geweest. Quality time met mijn vader. Het was voor mij de eerste keer dat ik naar New York ging, dus echt al even geleden. En we struinden hele dagen door die geweldige stad. En we vergaapten ons aan alles wat we zagen. En nou ja, pijn in mijn nek aan het einde van de dag van het omhoog kijken. En mijn vader, ja, die vindt gewoon alles best. Die staat gewoon naast me te genieten en zijn mond te houden als het nodig is. Het is ook niet iemand die zegt van ja, moet je daar kijken en zus en zo. Dus ja, mijn vader is eigenlijk een soort van ja, rustige rots in de branding. En als bonus droeg hij ook nog eens mijn statief heel de dag. Dus ja, ik snap dat niet iedereen gezegend is met zo iemand in de buurt. Maar mijn vader, ja, dat is echt wat dat betreft het perfecte fotomaatje die niet fotografeert. Maar goed, weet je, best wel veel mensen die fotograferen kennen iemand of meerdere iemanden met een soortgelijke hobby. En die kan je natuurlijk altijd vragen of die persoon een keertje meegaat. Een dagje of een paar uur fotograferen. Maar ook dat lukt natuurlijk niet altijd. Nou, je kan natuurlijk meedoen aan de workshop. Bij mij op de website staan er voldoende. Dan leer je ook nog wat die dag. Maar wat als je nu gewoon lekker op pad wilt en niet per se mee wilt doen aan een cursus of een workshop? Insert de fotoclub. En fotoclubs die zijn er in maten en soorten. En ik zie dat soms zelfs grote bedrijven een eigen fotoclub hebben. Hartstikke handig. Dus als je bij een groot bedrijf werkt, nou, misschien heeft jouw bedrijf wel een fotoclub waar je lid van kan worden. Ik kom ook nog wel eens op die fotoclubs om de gehele club te helpen met een bepaalde techniek of een mentorschap. Maar er is natuurlijk veel meer te beleven in een fotoclub dan alleen mijn aanwezigheid. Alhoewel, ja, ik moet natuurlijk wel zeggen, wij van WC Eend, als ik kom, dat is natuurlijk wel een beetje de kers in de taart, op de taart. Alle gekkigheid op stokje, als je enthousiast bent over fotografie, en dat ben je waarschijnlijk wel als je deze podcast luistert, dan is een fotoclub best wel een goede optie. En wat ik net al zei, als je een fotoclub hebt op je bedrijf, dan kan je daar lid van worden. En anders zal je op zoek kunnen gaan, moeten gaan naar een gewone fotoclub. En het is zo dat de meeste huidige fotoclubs wel een website hebben waarop je eigenlijk vooraf al een beetje kan zien wat ze allemaal zo'n beetje doen gedurende een jaar. Meestal hebben ze af en toe een spreker, een onderlinge fotowedstrijd, iets van de mentoraat of een expositie. En natuurlijk zijn er avonden waarbij foto's besproken worden. Als dat goed gedaan wordt, is dat overigens heel erg leerzaam. Ook hiervoor ben ik al verschillende malen bij verschillende fotoclubs geweest om ze daarmee te helpen in een avondje. Hoe bespreek je nu een foto op een goede manier in een fotoclub? Maar de kern van een fotoclub is natuurlijk fotografie en gezelligheid. Want een echte fotoclub is fotografie, gezelligheid en vaak kom je dan wekelijks of twee wekelijks samen. Wat wel goed is om te weten is dat de meeste fotoclubs geen fotocursus verzorgen. Dus de basis van de fotografie zou je toch vaak op een andere manier moeten opdoen. Dat kan door zelfstudie of natuurlijk met een cursus zoals ik die verzorg. Afgelopen weken ben ik weer een nieuwe cursus gestart. Veel nieuwe beginners en natuurlijk ook gevorderden. En dat is hartstikke leuk om te doen. Maar goed, ja, op een gegeven moment heb je geleerd en wil je ook gewoon, noem het maar even, je fotografische meters maken. Je wil aan het fotograferen. En dan is die fotoclub natuurlijk een geweldige plek. Want dat is een ontmoetingsplaats waar je mede-amateurfotograaf tegenkomt. En ik kan me echt geen fotoclub voorstellen waar de club niet een paar keer per jaar gezamenlijk op pad gaat. En dat zijn hele leuke dagen waar je echt lekker 100% in de fotografie duikt, zonder dat er iemand bij is die daar eigenlijk geen zin in heeft. En je hoeft het natuurlijk ook niet alleen te hebben van die door de club georganiseerde uitjes. Je kan als je lid bent van die club natuurlijk ook een maatje zoeken binnen die club om eens een keer met z'n tweeën, met z'n drieën of met z'n vieren in de buurt op pad te gaan. De meeste clubs in Nederland, fotoclubs in Nederland, zijn ook nog lid van een overkoepelende organisatie, de Nederlandse Fotobond. De eigenlijke naam is overigens de Bond voor Nederlandse Amateurfotografenverenigingen, BNAFV. Iedereen noemt het dus gewoon de Fotobond. Het voordeel van dat lidmaatschap is dat de Fotobond de individuele fotoclubs helpt om nog beter te worden. Er is ondersteuning voor de clubs
En er worden verschillende landelijke wedstrijden en exposities georganiseerd. Daarnaast ontvang je ook nog 4 keer per jaar een mooi magazine. Dus als je lid bent van een gewone fotoclub, ja, dan kan je zeker even kijken of jouw fotoclub ook lid is van de Fotobond. Dat kost over het algemeen ietsje meer, hè, want ook het lidmaatschap van de Fotobond moet betaald worden. Maar dat is het wat mij betreft zeker wel waard. Nou, wil je nu lid worden van een fotoclub? Via de website van de Fotobond kan je in ieder geval zien welke fotoclubs er bij jou in de buurt zijn. De Fotobond heeft het land in regio's verdeeld. Zoek even je regio op en dan kan je zien welke er allemaal bij jou in de buurt zijn. En nou ja, niet alle fotoclubs die staan dus op de website van de Fotobond. Er zijn namelijk meer fotoclubs, want ze zijn ook niet allemaal lid van die Fotobond. Maar ik denk, bij die Fotobond starten is wel een goed startpunt. Zelf zou ik overigens niet direct lid worden van een fotoclub en meteen contributie gaan betalen. De meeste fotoclubs kan je gewoon een keer, een avondje of misschien wel 2 avondjes langskomen en de sfeer proeven. Een fotoclub moet tenslotte wel goed bij jou passen. En als je jezelf comfortabel voelt bij die fotoclub, dan is het zeker een goed idee om lid te worden. En daar ga je geen spijt van krijgen. Dat was een beetje mijn idee over met meerdere mensen fotograferen en lid worden van een fotoclub. Tijd voor een kleine promotie tussendoor en dan een vraag aan jou. Een vraag die jouw fotografie overigens kan veranderen, blijf dus vooral nog even hangen. Ik ben namelijk druk bezig om de laatste hand te leggen aan een online cursus over het beheergedeelte van Lightroom Classic. Als Lightroom dokter help ik veel mensen om vaak de zooi op te ruimen, problemen op te lossen en alles weer in orde te krijgen. Door de honderden mensen die ik daarmee geholpen heb, heb ik een geweldige inkijk gekregen over wat er heel vaak misgaat en waar mensen dus echte winst kunnen halen. En die winst is met name te halen in het beheergedeelte van Lightroom. Want als je langer dan 15 seconden bezig bent om nieuwe foto's te importeren, dan is er gewoon tijd te winnen. En als je ook wel eens als je foto's zoekt en niet snel genoeg kan vinden, of als je zoekt en je kan ze helemaal niet vinden, ja, dan is het helemaal een drama. In mijn nieuwe online cursus Lightroom laat ik je zien hoe je de structuur in je Lightroom-catalogus krijgt. Hoe je makkelijk en razendsnel foto's importeert zonder gedoe en dat ze direct op de juiste plaats staan. Maar ook hoe je werkt met mappen en verzamelingen en eigenlijk die mappen en verzamelingen voor jou laat werken. In plaats van andersom natuurlijk. Een goede structuur van een Lightroom-bibliotheek is niet alleen fijn, je verliest voortaan geen tijd meer, dus je houdt tijd over om aan andere, leukere zaken te besteden. Bijvoorbeeld iets met fotoclub. Nou, volgende week komt deze online cursus beschikbaar. De verkoopprijs is €47, maar in de eerste week krijg je ruim 20% korting. Met de link hhfoto.nl/beheer ga je naar de pagina van deze cursus. Als de cursus dan nog niet beschikbaar is, hè, want misschien zit er een tijd tussen het publiceren van deze podcast en het online komen van de online cursus. Dan kan je in ieder geval even je naam invullen en dan krijg je een berichtje zodra deze cursus wel beschikbaar is. En dan kan jij hem als eerste aanschaffen met die korting van 20%. Die korting is dan geldig tot en met 13 februari 2023. Luister je nu de podcast hierna? Hallo toekomstige luisteraars. Helaas, maar je kan dan nog steeds deze geweldige complete beheercursus voor Lightroom aanschaffen voor slechts €47. Nou, daarnaast start er op 11 februari 2023 weer een nieuwe Foto 7-weekse. Als je het hebt over goede voornemens, dan is dat een geweldige manier om lekker de komende maanden bezig te zijn met fotografie. In 7 weken krijg je namelijk in totaal 12 opdrachten en ik maak 3 keer een video waarin ik jouw foto's bespreek. Let op, foto's 7 weken zijn altijd een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees snel met inschrijven als je mee wilt doen. Alle informatie over de foto's 7 weken op www.foto7weken.nl. Goed, belofte maakt schuld. Ik heb beloofd dat ik nog een vraag heb die jouw fotografie kan veranderen. En met die vraag help je niet alleen jezelf, maar ook anderen. Want ik ben namelijk benieuwd welk onderwerp in de fotografie jij behandeld wil hebben. Jij dus. Stuur me maar een berichtje. Dat kan via mijn website op www.hollandfotografeert.nl, maar dat mag ook via een appje.
Mijn telefoonnummer is 06-5130-5374 en je kan een boodschap inspreken. Dat heeft mijn voorkeur, maar als je dat eng vindt, dan mag je natuurlijk ook typen. Hoe dan ook, ik hoor of lees het graag. Zo, het rolletje is weer vol. Dit was de 21ste Heel Holland Fotografeert Fotografie podcast. Natuurlijk wil ik jou, de luisteraar, weer bedanken. Ik ben benieuwd wat je ervan vond en wat je dus graag in deze podcast besproken wil hebben. Vergeet niet je te abonneren via je favoriete speler of luister de aflevering op de website. En als het kan, laat dan een mooie review achter. Deel deze aflevering sowieso met je fotovrienden en vertel het rond dat er een fotografie podcast is. Tot de volgende keer!